Waarom zijn populistische politici nu wel zo succesvol? Is de politieke elite tegenwoordig misschien veel slechter? Ligt het aan de media? Zijn wij anders geworden, wij kiezers? Of is er nog iets veel groter's aan de hand? Nou, er zijn inderdaad verschillende verklaringen. En de eerste verklaring is inderdaad die elite. Die heeft het ook wel een beetje over zichzelf afgeroepen. Die elite is eigenlijk zelf wel schuld aan de opkomst van populisme. Dus die populisten hebben een punt. De elite is te veel een kaste geworden. Steeds minder affiniteit met het gewone volk. Men heeft thema's verwaarloosd waarvan men al lang wist dat die heel sterk leefde bij het volk. Zoals immigratie, integratie, criminaliteit. Criminaliteit werd vroeger gekscherend wel gezegd van ach dan moet je maar een andere krant lezen. Als je daarover klaagde. Uh, ...tegelijkertijd die elite zou dan weer veel te veel aandacht hebben... ...voor dingen die het volk weer veel minder interesseren. Milieu, uh, de Europese Unie, ontwikkelingssamenwerking. Dan kom je eigenlijk bij een tweede verklaring. Het komt door de media. En dan meer precies door de commercialisering van de media. Uh, ergens in de jaren negentig zijn de media eigenlijk... Uh, ...hebben hun taak veranderd van opvoeden en informeren naar vermaken. Want... Je verkoopt meer als je de mensen vermaakt. En wat vindt het publiek, publiek leuk? Schandalen, corruptie, uh, gekke figuren met gekke kapsels die gekke uitspraken doen. Dat soort mensen, dat verkoopt. Dat verkoopt hartstikke goed. Dus uh, populisme, zou je kunnen zeggen, is een, uh, een gevolg van een media die heel erg anti-elite is uh, geworden. derde verklaring zegt dan ook. Het komt door een mentaliteitsverandering die er geweest is, dat die populisten zoveel succes hebben. Uh, die kiezer tegenwoordig die is beter opgeleid dan vroeger, beter geïnformeerd en daardoor ook veel minder gezagsgetrouw. Die vertrouwt niet meer de pastoor of de vakbondsleider, die zegt van je moet daar en daar op stemmen en men doet dat trouw. Nee, tegenwoordig vindt men dat men zelf ook een oordeel kan vellen over de politiek en uh, doet dat dan ook uh, uh, met volle overtuiging. Dat leidt soms ook tot een zekere zelfoverschatting, zeggen sommigen. Tot een wel heel grote assertiviteit. Men spreekt wel eens over de dikke ik. In Duitsland spreekt men wel eens over de voetburger. Mensen die altijd maar boos zijn. Die altijd vinden dat ze het zelf veel beter weten. Die de elites uitschelden. En dat is dan een verschijnsel, zeggen sommigen, dat het breder is dan de politiek. Huisartsen, leraren, journalisten. Ze staan allemaal in veel minder hoge achting dan vroeger. En het populisme is in die zin een logisch gevolg van die mentaliteitsverandering. Een vierde verklaring, zoekt het dan ook ietsje breder. Een vierde verklaring zegt van ja, dat populisme moet je eigenlijk zien als het gevolg van een hele grote verandering die heeft plaatsgevonden in de hele westerse samenleving, die vaak onder de noemer valt van globalisering. Globalisering, het feit dat grenzen daar steeds minder toe doen, dat bedrijven makkelijk weggaan. Uh, dat er uh, uh, steeds meer immigratie komt, dat de nationale politiek feitelijk ook steeds minder te zeggen heeft, steeds minder invloed heeft. En ja, dat is dermate, uh, dat is extra lastig, omdat het ook gebeurd is in dezelfde periode dat ook ideologieën steeds minder ertoe zijn gaan doen. Dus die hele moeilijke, ja, nieuwe situatie die is gaan ontstaan, dat politiek nationale politiek er minder toe is gaan doen, valt samen met een periode waarin ook die grote verhalen, die vroeger nog zo'n mooi kompas boden, ook er minder toe zijn gaan doen. Het gevolg is dat mensen denken, ja die politici die praten maar wat, ze hebben een raar verhaal, maar ze hebben helemaal geen enkele invloed meer. Wat doen ze nou eigenlijk? Wij willen politici die ons weer kunnen beschermen, die weer controle over onze grenzen herstellen, bijvoorbeeld, die weer onze natie voorop stellen. En ja, dit is natuurlijk een, een verklaring die, die misschien ja, veel meer uh, uh, toegespitst is op die specifieke uh, kiezers van, uh, po, uh, van uh, populisten. Aan de andere kant zou je ook weer kunnen zeggen, en dat is dan weer de andere kant van het populisme, dat het populisme hierdoor ook een stem geeft aan de kiezers die zich. Ja, benadeeld voelen door die globalisering. En in die zin de democratie misschien ook wel weer versterken. Het is natuurlijk een paradox van het populisme dat ze aan de ene kant zeggen van de democratie werkt niet, want het volk wordt niet gehoord. Maar door er te zijn en door succes te hebben, zorgen ze eigenlijk dat die democratie wel vrij goed functioneert.